afscheidswedstrijd van Bojanski in Zagreb tegen Kogel. Waarom is dit zo'n belangrijke, spannende wedstrijd naast dat het een afscheidswedstrijd is? Het zijn twee toppers. Je mag wel zeggen legendes. De kenmerken van deze twee vechters zijn eigenlijk totaal verschillend. Remy Bojanski, de vliegende gentleman, is eigenlijk een complete vechter. Kan alles. Geweldig trappen, stoten, vliegende knieën, waar hij ook zeer bekend door is geworden. Terwijl Krookop is een rechtsvoorstaande vechter, een beetje southpaw, zoals we dat noemen, met een verschrikkelijke keiharde stoot en een geweldige linkse hoge trap. Dus twee totaal verschillende vechters. Maar wat ze beide wel samen hebben, is hun ervaring. Ze hebben allebei tegen de top van de wereld gevochten. Zowel Remy als Mirko. En deze twee vechters zullen echt voor vuurwerk gaan zorgen. En de liefhebber kijkt hier echt naar uit. Deze partij zou zeer beladen zijn, vooral voor Bojanski. Want hij heeft namelijk al die partijen een keer verloren tegen Krookop. Dat was in 2002. Remy Bojanski is een van de grootste vechters van de wereld. Vind jij dat hij nou in Nederland ook de roem krijgt die hij verdient? Kijk, de invloed met het publiek achter Remy is natuurlijk groot. Maar geloof mij nou, Remy is dat gewend. In buitenland, speciaal in Japan en andere landen, daar kan hij niet eens over straat lopen. Remy heeft in Japan gevochten tegen een Japanner waar 60.000 mensen in de zaal zaten die voor een Sateke of een Japanner schreeuwden. Maar de druk interesseert hem niet. Want als jij in de ring staat en je hebt die adrenaline, jongen, dan knok je. En omdat het zijn laatste partij is van Remy, zal hij daar een geweldig resultaat willen neerzetten. Want die twee giganten, om daar toch te kunnen zeggen, ik kom daar als winnaar uit. Dat publiek wat tegen hem is, dat is op dat moment in de ring voor hem. Er is geen winnaar op dit moment, dat moeten we zien. Het is een 50-50 partij en daarvoor is deze partij zo interessant. Zal de compleet technische Remy deze partij pakken? Of zal de sluwe Vos, dat je denkt, hey, hij komt in de problemen, Mirko Krookop met zijn verwoestende linkertrap, zal die de partij winnen? En daarom is die interessant. Ik hoop een beetje Remy. Ik hoop een heel klein beetje Mirko, dat het ook mijn leerling was geweest. Maar natuurlijk hoop ik dat de partij voor de Nederlanders een geweldige partij zal wezen. Hoes!